Ja, Niels Fleuren, topverdediger van VVV in de jacuzzi. Niels, is het een beetje uit te houden? Ja, het is een lekker temperatuurtje, dus ja, ik zit hier wel goed. Bij VVV ook zo'n mooie jacuzzi voor handen? Ja, klopt. We hebben er een in het kleedlokaal staan, dus daar kunnen we ten alle tijde gebruik van maken. En verder, nog meer middelen die jullie hebben voor het herstel? Ja, we hebben een infrarood en een ijsbad. Ja, en dan een jacuzzi zelf. Doen jullie ook in de training nog aan het herstelwerk? Ja, vooral als we bijvoorbeeld vrijdags en dit jaar zaterdags of zondags gespeeld hebben, één dag na de wedstrijd, dan de alle spelers die gespeeld hebben, ja, die kunnen dan eerst hebben een rustige training, dan vaak onder leiding van Nol Hornix. En dan een beetje rustig uitlopen, zodat de verzuring en de rottigheid van de wedstrijddag eruit gaat. En dan, als het eventueel nodig is, dan hebben we nog tijd voor massages en dat soort dingen. Dus als ik het goed heb, dag na de wedstrijd, uitlopen, massage, ijsbad, bubbelbad, infrarood, het is allemaal veranderd. Ja, klopt. Dat is een van de leukste dagen in de week, laat ik het zo zeggen. Dat was in mijn tijd nog niet.